We gaan ook niet ver, we gaan gewoon voor de deur. Ik ben aan het filmen. Ze gaan in ieder geval naar school? In de huis? Ik ben aan het filmen. Roos, ik ben aan het filmen. Kijk uit. Sorry. Ik ga filmen. Wow, ik ben jou aan het filmen. Wow. Zijn jullie nog niet thuis geweest? Ik ben jou aan het filmen. Het duurde echt te lang hoor. Ja, als jullie bezorgd zijn. Hé, ik ben jou aan het filmen. Met mijn kerstcam. Ik bedoel, mijn is kipfish. De mijne is een kidfish. Geen action cam. Ik heb een leuke van jij. Jij hebt een action cam. Ja, jij hebt ook leuke. Ik heb Oh, jij wist er nog op jouw kinderfeestje. Ik de hele tijd. Ja! En toen ik op mijn schip vallen van die glijbaan. Ik had hem ook aan een skateboard. Aan een skateboard. Oh ja, wist je nog? En aan een helm. Kan de mijne ook niet. Maar kijk, wist je nog bij dat zwembad? Dat hebben we. Dat we bij die glijbaan waren. Mijn helmpje stond er toen niet op. Nee, ik wist toen niet of je wilde. Dat ik bijna van die glijbaan viel. Ik had niet goed op het knopje. Ja. En toen bleef ik hangen juist. En toen hield ik jou vast, ging jij met me meeglijden. Dat ik achteruit ging en jij vooruit. Hey, ik ben nog steeds aan het filmen. Ja. Ah! Ik geef even een takje. Ik kan ook foto's maken. Kan ik ook. Je kan ook de camera omdraaien en dan zie je hoe je jezelf ziet. Ja. Ga je even zo kijken. We rijden mijn tuin in. Of toch niet? En dan rijden we echt mijn tuin in. Of toch niet? Dan rijden we dit tuin in. Of toch niet? Ik heb een beeldje van mijn sterrenbeeld. En dat denk ik van mij geluk. Ik wil ook geluk van Amen. Nee, maar dat is mijn sterrenbeeld. Er staan gewoon twee poppetjes op. Ja, maar ik heb ook... Het is hetzelfde zijn en dat is een tweeling. Mijn sterrenbeeld is ook tweeling. Echt niet. Jawel. Echt niet. Jawel, mijn is tweeling ook. En die van papa is boogschutter. Die van mijn moeder is boogschutter. Nee, of de mijne is sterrenbeeld. Huh? Nee, tweeling. Sterrenbeeld bestaat niet. Nee, sterrenbeeld. Nee, ik wil het even serieus. Nee, ik weet het niet meer, maar ik denk dat het tweeling is. Nee, dat is sowieso geen tweeling, want ik ben niet in mei of zo geboren. Ik ga maar tot mei. En jij bent niet in mei geboren, dus dan kan je geen tweeling zijn. Nou, ik weet ook niet hoe ik ben, want ik kijk nooit meer in mijn vriendenboekje. En daar zijn we, in mijn tuin. Eigenlijk van mijn vriendin. Ik ben jouw kont aan het zeggen. Wow. Wow. En dat was het voor mij. Ja, en dat was het voor vandaag. Doei. Dankjes. Hallo. Ik hou van mondjes. Dagje, Brammie. Brammie. Hallo. Goeie. Genoeg! Heerlijk! Ik heb een stukje gekregen van die honing in de zak naar mijn vader. Ik film nu al heel lang. Oké, wij zijn Sanna en Wils en we gaan nu een filmpje maken van avonturen in de straat. Van avonturen in de straat. En over wat er staat. Ja, kijk, daar zie je een mooie boom. Komt hier al heel vaak voor. En er lopen super veel mensen. Ja, dus kijk. En voor de natuur. Daar gaat de bomen en de struiken van dood. Daar gaan we heen. Kom op, we gaan gewoon de kant. Nee. En dat was een stukje van de natuur. Van straat in avontuur. En kijk eens, en dan tussen hier heel veel honden en katjes. Maar dat hoor je namelijk bij de natuur. Toch? Ga je wel, hè?
Kaugeltjes. Kaugeltjes. Dit is niet fijn. Sigaretjes. En kijk. Doei, doei. Mooi, Wils. Voor mij is het een filmpje van 2 minuten en 10 seconden. Doei. Wij is 2 minuten en 6. Nou, we zijn met de tweede aflevering van Natuur in de Straat. Nu laat ik jullie weer een filmpje zien van Natuur in de Straat. Kijk, dat is mijn vriendin. En ik ben ook. En dit ben ik. Ik ben ook filmpjes aan het maken. En dit is een mooie aflevering van Natuur in de Straat. Eén van mij ook. Heb ik al gedaan. En ik. En we zijn samen een film aan het maken van Natuur in de Straat. En dit is mijn vriendin. Twee filmpjes. Voor als je die andere saai vindt. En die andere misschien super leuk. En dan gaan we nu beginnen. Ik had jullie al die mooie boom laten zien. En kijk, een man wil van Natuur in de Straat. Dit hoort er allemaal bij. Want hier zijn we al geweest. Natuur, meer gesproken. Kijk, dit heb ik jullie toch nooit laten zien. We hebben elke aflevering, behalve de vorige, dat was de eerste, die ja. Gaan we voorstellen. We hebben elke aflevering hebben we één onderwerp. En deze aflevering gaat over bomen. Mooie bomen, lelijke bomen. Het en maakt niet uit wat. Bijzondere bomen. En het maakt niet uit wat. Vind jij ze lelijk? Puppy! Nee, deze aflevering wordt over puppies, oké? Okay? Nee, puppies en bomen. Puppies en bomen. Kom op, dan gaan we naar altijd twee onderwerpen natuurlijk. Eén is veel te kort. Ja, maar de eerste. Ja, dat was even voorbereiden voorstellingen of zo. Om ons een beetje voor te laten stellen van deze nieuwe aflevering. En nu gaan we naar de puppy. We gaan, kijk, boom. Bomen. Toch? Ja. Hier heb je Brammetje. Brammetje heeft super zijn. Ik ben lucht. Het is lucht in die vriendje. Ik ga er even uit. Moet je wel filmen? Ja, ben ik aan het doen. Ja.
als jij mij niet doet, jij moet kiezen voor de beste. En nu wil ik even een snoepje halen. Nee. Met help de natuur. Help de natuur. Draai op. Anders wordt de natuur vervuild. En dan hebben we geen natuur meer. Of dan gaan de planten dood. En dan wordt de wereld super lelijk. Je moet kiezen voor het goed. En als ze gaan naar. Dan hebben we echt. Dus help de natuur. Ratten. Ga naar www.rettennatuur.nl. En dat was de aflevering voor vandaag. Help de bomen. Doe het voor het goede doel. Dit was de aflevering. Doei! Een nieuwe aflevering van Natuur in de Straat. En ook dat we avonturen gaan doen. En deze aflevering gaat over planten en bloemen. Bloemen, hè? Geen dieren. Ja, misschien. Het maakt niet uit of dit deze langer duurt. Lieve weer een beetje in de huis. Ik heb er een in mijn schuur. Ja, en deze keer gaan we... En die mocht ik eigenlijk helemaal niet houden. Planten en dieren gewoon doen. Bloemen en dieren. We hebben lieve weersbeestjes gevonden. Jee! Dus toch nog een beetje dieren. Alleen een hele kleine. Dus, zie je? Een hele mooie. Jutte. Ja, maar ik mocht hem niet houden. Nou, kom op! We gaan mij niet meer spelen. Hij zit wel in een potje. Ik mag hem houden. Ik had hem al sinds ik klein was. Hij is echt heel erg gewend aan mij. Namelijk. Dus nu gaan we even op zoek naar Sanne. Ze zit in mijn schoen. Narcissa. Wacht hier. Uithalen dus. Kan je wel, je moet hem eraf halen. Oh. Wacht even dan. Stop. We gaan nu even lopen. Het lukt niet, Roos. Lukt niet. Sorry, even. Ja, nu kan ik het veel beter filmen. Kijk. Oh nee, Roos, ik heb een boel voor het gedaan. Oh. Kijk eens. Dit is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar ik heb hem er tenminste af. En nu laat ik jullie even mijn lieve heersbeestje voorstellen. Dit is mijn lieve heersbeest. Hij wil je niet even over. Roos, wil je niet over Sanne wat vertellen? En kijk, hier zie je lieve heersbeestje. Die is van mij. Ik weet niet of je hem kan zien, mag ik even? Het is mijn lievelingsbeestje. En? Het is mijn huisdier. Hij is voor mij echt een baby.
Je kan hem volgens mij wel zien. En dat is echt een wij houden echt van die geheerspeesjes. Overkatjes. Iedereen wil ze doodmaken, maar... Dus wij redden ze. Help. We moeten dieren en planten redden. Niet vervuilen. Help ons. Help ons. Dieren en nou, wij planten gaan nu... zijn in gevaar. Hé, hey, de volgende... www.planten en dieren... Help ons. .nl. .nl. Nu moeten we even ophangen. De volgende aflevering gaat over dieren en planten. Ja, natuurlijk. Altijd dieren en altijd planten. Nou, tot de volgende keer. We gaan nu lieveheersbeestje nou vangen. Het is nu een dier in de straat. We gaan nu nog een lieveheersbeestje vangen. Je weet de vorige aflevering toch als je wel. Niet, als je ons lieveheersbeestje. Ons lieveheersbeestje. Mag ik even filmen? Dat is schattig. Ja, we gaan er dus nog een vangen. Als je niet weet hoe je lieveheersbeestje moet vangen. Kijk dan heel goed. Heel goed. Je moet heel stil daar naartoe sluipen, maar eerst moet je erheen zoeken. Ja. Ik zag er net een, hè? We moeten stil op. Ja, hier. Dat is wat. Hoe kunnen we hem pakken? Pak eerst een blaadje. Een blaadje? Een blaadje. Een blaadje. En als die wakker wordt... Wat goed. Hou vast. Ja, groter. We moeten hem redden. Is dat er echt een lieveheersbeestje op? Oh, er ligt daar een lieveheersbeestje. Ja, die vriend is dood. Nee, die is niet dood. Kijk, nu is het aan jou over. Ja, zo gaat hij wel dood. Nee. En doe hem in het potje. Als jij dit ding er even afklopt. Nou, dan zet ik eerst even hier neer de kamer. Oké, zal ik gewoon filmen? Kan jij even aan de zal ik gewoon filmen en dat jij niet filmt? Ja, nee. Jawel, kijk, ik wil even de filmpjes maken. Want jij doet dan alle dingen. Nu veel hij het. Plast. Kijk, hij plast. Hij loopt. Hij plast. Hij plast op mij. Wat een gat van beest. Je houdt toch van de natuur? Dan is het toch niet erg? Hij wil op je action cam. Come on. Ik probeer het te filmen. Oh nee, hij is gevallen. Hij klimt weer naar boven. Ja. Als je goed kijkt. Mijn action cam die kijkt naar hier. Ja, maar ik film wel gewoon. Jij hoeft niet te filmen. Het hoeft toch gewoon met één camera. Kijk, dat is een bissebed. Ik wil ook op mijn camera. Nee, even niet. Je kan het altijd op mijn terugvinden, oké? Klim erop, Daisy. Klim erop. Dan heb jij een leuk aan leven. Dan kan je het gewoon overleven. Hij loopt wel heel snel. Wil je niet een andere zoeken die wel wil? Nee, deze wil wel. Hij is weer gevallen. Maar ik kan dat zien. Ik? Dat moest hij juist niet doen, hè? Dan kan hij dood staan. Nee. We hebben een lieveheersbeestje gevangen. Nee, we moeten... Ach, hij ligt onder dat steentje. Nee joh, hij ligt onder dat steentje, kijk. Leeft hij nog wel? Ja. Nou, is hij niet te weten. Nee, misschien is hij bang. Ah, hij leeft ook! Hem kunnen we ook. Alleen heb hij pijn. We moeten hem redden. Oké. Okay. Nee, tuurlijk niet. Oh nee, hij leeft echt niet meer. Hij is echt dood. Nou, we houden hem wel. Hier kan hij misschien een goed leven leiden. En die is gewond en die is gewoon oké, Sanne. Kom, we gaan meer lieveheersbeestjes zoeken. Nou, dit was een langere aflevering. Kijk eens, hier is een baby. Dit was een langere aflevering. Dat is normaal. Maar misschien worden er andere langer. Deze is giftig. Die zullen we niet doen, oké? Nee. Oranje moet je nooit... Of geel. Of zwart met rode stippen. Dit moet je niet filmen. Ik heb filmen. Oké? Okay.
Maar ik wil ook op mijn hè. Nee, je mag het ook. Ik wil ze ook terugkijken op mijn hè. Ja, je mag het altijd terugkijken op die van mij. Oké. Ik heb veel meer gefilmd dan jij net. Misschien nu ergens hier in de aarde. Ik weet waar heel veel zitten. Ja. Oh, ik ben aan het filmen. Oh shit. Nee. Ah. Nee. Nee. Nou, ik ga. Doei. Jawel. Kijk maar. Jij hoeft niet op het beeld, anders zeg ik laat het beeld. Van mooi jij. Van mooi jij. Ja, bij me ook. Van mij ook. Lena, weet de papi dat broertje is? Nee. Van Louis. En als je hem durft te verpesten, ga ik jou je hoofd verpesten. Ik. Als jij mijn filmpje verpest. Oh shit, nu staat op een filmpje. Ik ga wel schaam. Ah, belief, akkoeklaai. En niemand kan toch op mijn fiets, want ik heb hem op slot. Ik ga nu. Ik ga mijn slot in de Heb jij even vader? Ik hoop dat ik niet aan het filmen ben. Oh shit. Ik heb heel kaas. Wacht even. Ik heb heel. Ja. Oké, ik hou 5. Dat van staan van Kenzoom. Ja, goed. Dan kan je hem even pakken. Nee. Ja, maar kan je hem even pakken? Nee, daar kan ik niet bij. Colijn? Ja. Godverdomme. Sommige pillen smaken lekker, of van die drankjes, toch? Ja, ik heb een lievelingsdrankje, hè. Banaan. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Pak je op. Ik denk dat mijn broertje van mijn vader heeft geleerd. Oh shit, ik ben nog aan het filmen. Ik heet geen Loep. Nou. Senna, ja? Weet je wat mijn broertje je bedoelt van mijn vader heeft geleerd? Dit. Fuck you. Roze rijdt helemaal achter. Dus? Wat moet je mij dan wel in? Ik heb ook een speeltje. Opzuigen. 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 Nee. Opzuigen. Op! Oh ja, de camera staat daar. I love Anouk. Ja, die bedoel ik. Op! Ik heb een koek. Ja, maar ik heb een kinderzoom in mijn hand. Oké, dat was voor vandaag. Ja. Oh shit, ik ben weer aan het filmen. Zo kut. Oké, maar duur niet echt. Ik doe mee en ik ga bij Kusla Merdal. Oké, ik denk dat ik het niet meer. Kus, grappig. Even niet meer schelden. Zeg maar, ik geloof.
Oh, zie die hond. Schoenen filmen. Zo, zijn ze mooi? Geleden bij mij. Was schoppen lekker, hè? Ik mag ook mee. En als er iemand wat snikkel of een balpuntje aangooit of je duwt, dan mag je het zelf niet. Nee. Ook als je net schrikken, dan kan je ook schrikken. Zo. Maar als je net schrikken, dan kan je ook. Dus als je zomaar valt, telt het. Ja. Ook als je expres valt. Ja. Oh, mijn pik doet pijn. Nee, maar echt, die pik zit... Nee, dat doet het niet. Die pik zit... Mijn bal zit echt tegen mijn ding aan, hè? Oh, mijn beeld pijn. Ja, jij zit ook anders. Ja. Het is fijner. Maar ik wil er niet afvallen. Ik denk dat ik het langzaam opblijf. Waarom? Oh, mijn benen beginnen moe te worden. Gaat er dan af? Daar trap ik niet in. Ja, ik denk dat het wel bijna. Ik denk dat het wel. Maar als je op je voeten valt, telt het ook niet. Ja, dat telt het wel. Ik val er vanaf. Wow, ik val er vanaf. Wow. Geen zin in. Mm. Mami, ik kan vallen. En dan wil jij ook echt vallen, dan wil ik dat. Oh nee. Ik zit niet lekker. Ik heb een cupcake, kom maar. Kut, godverdomme man. Godverdomme tering. Ik kan er niet meer op zitten. Dus ik mag zo vaak en af als nee. Hé, hey, je doet eigenlijk niet mee meer, hè? Nee, ik maak nog.